Facebook. Ik heb geen smartphone. En wat is er filosofisch aan deze vraag? Ik vind het een hele filosofische vraag. En je kunt ook duidelijk zien dat Zuckerberg, de man van Facebook, de kritieken van Kant heeft gelezen. Facebook. Facebook, ja. Ja. Kan niet? Ja, dat kan ik ook zeggen. Ik heb geen smartboek. En geen Facebook. Ja, oké. Okay. Ja? Ja. Wat? Oké. Okay. Ik heb geen... Oké, okay, komt-ie, ja. Ik heb geen smartboek. Ik heb geen Facebook. Ja, oké. <okay. laughs> Oké, okay, daar heeft ze... Oké, okay, komt ie. Ja? Ik heb geen smartboek. Ik heb geen Facebook. En ik weet ook niet wat de filosofische is aan deze vraag. Nee, nou, ik vind het een hele filosofische vraag. En je kunt ook duidelijk zien dat Mark Zuckerberg van Facebook de drie kritieken van Kant heeft gelezen. Want die zitten hier duidelijk achter. Nou, ik vind het een hele filosofische vraag. En je kunt ook duidelijk zien dat Mark Zuckerberg, de oprichter van Facebook, de drie kritieken van Kant heeft gelezen. Ja, want in de eerste kritiek, de kritiek der reinen vernunft, daar beantwoordt Kant de vraag, wat kan ik weten? Nou, dat is duidelijk de vraag die je ook moet invullen op je smartphone. In de tweede kritiek beantwoordt hij de vraag, dat is de kritiek der oertaalskracht, daar beantwoordt hij de vraag, wat moet ik doen? En, nou, nee, praktische vernunft. Praktische vernunft. Wat een verhaal.